Dag mensen, hier ben ik terug. De mensen die me gevolgd hebben weten dat ik tijdens de eerste lockdown elke dag video's heb gemaakt over mijn plaatcollectie. Dus elke dag een plaat in mijn collectie heb gekozen en daar eigenlijk een soort review voor aan jullie heb gegeven. Ik ben er toen mee gestopt na 50 dagen, dat werd me een beetje veel om dat iedere dag te doen. Maar uiteindelijk had ik daar zoveel positieve commentaar op en vond ik het zo fijn om te doen dat ik besloten heb terug van die filmpjes te beginnen maken eigenlijk. Nu natuurlijk niet meer op dagelijkse basis, dat zie ik niet zitten, maar ik ga toch proberen om de 2 weken een filmpje met jullie te delen. Het concept is hetzelfde, ik heb een introfilmpje gemaakt wat jullie straks wel zullen zien. Ik ga gewoon komen en een plaat uit mijn collectie pakken en deze aan jullie tonen. Vandaag ga ik voor deze plaat gaan. The Grateful Dead Europe 72, een live plaat van The Grateful Dead. Nu, The Grateful Dead ken ik al een tijdje. Ik heb al heel lang zo'n soort fascinatie met de hippiecultuur. Zeker in Amerika, San Francisco, al die dingen. Heeft me heel erg geboeid. Ook Woodstock en alle dingen daarna, dat boeide mij al sinds mijn 16e. En The Grateful Dead is zeker één van de voortrekkers van dat era. Voortrekkers van de muziek uit die tijd. Dus ik heb door de jaren heen wat Grateful Dead platen gekocht, ook op rommelmarkten en platenbeurzen. Nu, maar ik moet eerlijk zijn, ik had die platen en ik zette die bijna nooit op eigenlijk. Ik greep altijd naar dezelfde plaat terug en dat was de plaat Terrapin Station. Wat eigenlijk de minst Grateful Dead-achtige plaat is uit hun oeuvre. Die plaat is veel bombastischer en meer progressive rock en symfonisch dan de rest van de albums van Grateful Dead. Maar ik graviteerde meer en meer naar die plaat, omdat ja, ik ben een grote progressive rock fan. Nu, een maat van mij was super into The Grateful Dead en die zei altijd tegen mij: Brecht, maar je moet de Grateful Dead live albums zoeken. Je moet de live albums luisteren. De studio albums, dat is niks. Dat is niet. Oké, daar staan goede nummers op, maar de Grateful Dead ken je pas echt als je die band live ziet. En ik dacht altijd, ja, dat zal wel. Maar ik deed dat maar niet en ik deed dat maar niet. En ik bleef zo wat oppervlakkig luisteren naar de studio albums van de Grateful Dead. Ik was meer, eigenlijk meer fascinatie met het gegeven rond de Grateful Dead en de Deadheads en alles daarom dan de muziek zelf precies. Maar goed, op een gegeven moment kwam ik in een platenzaak hier in Hasselt, Major Tom. En ik zie daar dit album liggen, een live album van The Grateful Dead. Nu, die live albums zie je niet vaak in platenzaakjes liggen of in platenbeurs of rommelmarkten. Dus ik dacht, ja, misschien is dit een kans. En ik heb dit album meegenomen, ook omdat het dan een degelijke prijs was. Nu, soms heb je dat je zo één nummer iets doet met u. Ik denk dat de meesten dat gevoel wel kennen. Je luistert zo één album, één nummer op een album en er gebeurt iets. Er klikt iets met u. Je zit erin toe en via dat nummer gaat je naar het volgende nummer. En aan tijd begint je aandachtig te luisteren naar het album zelf. En voor je het weet word je heel grote fan. Nou wel, dat is met mij gebeurd bij dit album. Hier staat namelijk het nummer op. The Morning Dew. Ja, ik hoorde dit nummer en dat was een mooie lenteochtend. Dat is dat nummer. Dat is zo'n mooi nummer. En waarom ik de Grateful Dead ook minder luister, is omdat dat vaak zo minder opdringerig was. Ik hou van zo'n schreeuwende gitaar die je aandacht eisen. Grateful Dead heeft dat niet. Dat heeft meer zo'n clean tonen, maar toch kan dat opzwepend zijn op een andere manier. Maar Morning Dew, dat nummer, ja, ik werd daar heel blij van. Dat voelde aan gelijk als je nog een beetje begaaid bent de ochtend na een feestje. En je zit nog zo op een fijne flow. Daar is The Morning Dew. Prachtig nummer, alsof je met je voeten door de morgendauw loopt op een festival en heel goed gezind bent. Heel mooi nummer. De vocals van Jerry Garcia. Prachtig. Dat jammerige, want dat doen die echt in The Grateful Dead. Die jammen. Nooit, geen enkel nummer is hetzelfde. Er wordt altijd anders gespeeld en die gaan daarmee op een flow en die nemen dat mee op een dynamiek en dat wordt wat het wordt. Soms is dat minder, soms is dat beter. Maar dat is heel vrijgevochten, die muziek, hoe die spelen. En bij deze versie van The Morning Dew is ongelooflijk mooi. De vocals, de gitaren, wat een muzikantschap, wat een sfeer. En via dat ben ik dus ook veel meer aandachtiger naar die plaat beginnen luisteren. Zo. En voor je het weet was ik fan, man. Het heeft zelfs mijn muzikale smaak een beetje veranderd. Zo, sinds ik die er echt veel naar luister, zoek ik ook zo meer die clean dingen op. Die minder opdringerige dingen. Maar minder opdringend bedoel ik niet opzwepende, want het is echt opzwepende muziek. Het is bijna een feestje, The Grateful Dead. Nu, via daar ben ik andere dingen van die plaat beginnen zoeken. En ongelooflijk, een nummer bijvoorbeeld hier, One More Saturday Night. Een nummer wat ook op de studioalbum staat. Een savant nummer,
maar wat ze hier live mee doen. Die pakken dat nummer, wat eigenlijk basically een bluesnummer is, en dat gaat in cirkels. Die jam wordt zo vrij, dat wordt zo opzwepend, dat wordt zo vet gespeeld. Ja, dat is ongelooflijk goed. Dan een van mijn lievelingsnummers op dit album ook, China Cat Sunflower. Er is geen enkel nummer waar ik zo blij van word, van dat nummer te luisteren. Nu, Jeff zei altijd, mensen beginnen Grateful Dead nummers te vergelijken, zo live in dat era, live in dat era, en kiezen zo hun favoriete versies. Nu, dat snap ik, van China Cat Sunflower, ik heb dat nog op andere live albums staan. Dit is zeker niet de beste live versie die ik ervan gehoord heb, maar wel nog altijd een fantastische. Ik heb nog altijd geen betere live versie van The Morning Dew gehoord dan op dit album, voor mij persoonlijk. China Cat Flower is ook altijd anders. Soms wordt dat traag gespeeld, soms wordt dat snel gespeeld, maar gelijk het op deze plaat is zo mooi in het midden. Prachtig, prachtig, prachtig nummer. You Win Again, ook een prachtig nummer. Dan Sugar Magnolia, weer al een nummer wat ik kende van de studioalbums en waar ik zo warm lauw van werd. Ik dacht, fijn nummerke, oké. Maar live is dat toch echt iets heel, heel anders. Dus ik ben echt fan geworden. Het heeft zelfs mijn muzikale smaak een beetje veranderd. Nu, ik ga niet uitwijken over de Grateful Dead zelf, want daar valt zoveel over te vertellen. Dat is een ganse cult, dat is een gans fenomeen, zeker in de Amerikaanse cultuur. Ik ga het gewoon op deze plaat hebben. Op deze plaat zijn de muzikanten waarvan de basis altijd zo hetzelfde is gebleven, als er sommige mensen die in de 60's erbij spelen al overleden na de jaren 70 toe. Maar op dit moment is de band sowieso een vastgegeven. De band was Jerry Garcia, eigenlijk een Amerikaanse muzikale legende zou je kunnen zeggen. Zo. Lead guitar en vocals. Prachtig, prachtig gitarist. Ongelofelijke toon. En ik ben dat nu pas beginnen appreciëren, die zijn gitaartoon. Hoe mooi dat is. Hoe een goede muzikant dat is. Wat een mooie vocals dat die man heeft. Die vocals zijn ook zo... Hoe moet ik het uitleggen? Fijn om dat te luisteren in een niet opdringerige manier, zoals ik weer zei. En ik vind het woord er niet voor. Toegankelijk. Een heel toegankelijke vocalist om dat te luisteren. Niks extravagants, maar heel toegankelijk en heel zoet. Heel mooi om dat te luisteren. Bob Weir, rhythm guitar en vocals. De iets krachtigere vocal van de band. Daar in contrast met Jerry Garcia is prachtig. Bob Weir is echt een raar persoon. Als je die soms ziet op die spelen live, dan denk je dat die pannen raar is. Die ziet er soms heel begaard uit. Maar dat contrast tussen Jerry Garcia en Bob Weir. Bob Weir op rhythm en Jerry is ongelooflijk wat die daarmee doen. Dat klopt zelfs soms niet wat die doen, maar toch zit daar een klok. Ongelooflijk. Phil Lesh, electric bass. Phil Lesh was eigenlijk meer de klassieke schoolde muzikant van de band. Die schreef zelfs symfonieën en zo uit. Ik geloof dat hij zelfs een muziekpartituur schreef. Maar in de band, die bas loopt door de muziek. Die loopt echt door de muziek. Dat gaat alle kanten uit en dat lift alles op. Dat zit perfect in elkaar. Dan Ron Pipkin McCarron op organ en harmonica. Keith Godin op piano. Bill Kreutzmann op drum, ongelofelijke drummer. Op een gegeven moment zijn er geweest van dat met twee drummers. Op dit album is het maar één drummer, maar fantastische drummer. Donna Guccio op vocals. En Robert Hunter is de songwriter. Ik denk dat Robert Hunter vooral de teksten schrijft voor The Grateful Dead. Nu, hate it or love it, denk ik, dat het is bij The Grateful Dead. Ofwel klikt dat met u, ofwel klikt dat niet met u. Mensen die dat willen leren kennen, raad ik zeker aan. Gelijk Chef mij altijd heeft gezegd, omdat ik eigenlijk nooit op in heb gepikt tot het laatste jaar, is The Grateful Dead is een band. Dan moet je er live dingen van opzoeken. En dit is een perfect begin om daarmee te beginnen. Ongelooflijk live album, ongelooflijk vrijgevochten muziek en waar natuurlijk ook The Grateful Dead en heel al die bands uit dat era voor mij toch voor stonden. De vrijheid en de vrijheid in dit spelen is ongelooflijk. Supergoed album, Grateful Dead Europe 72. Geniet ervan. Joe.